Dames en heren, appelen en... peren, heel leuk Sam. Maar laten we het nu over appels hebben. Deze gezonde zomervrucht behoort samen met onder andere peren en perziken tot de rozenfamilie. Maar hoe komen ze bij ons terecht? Dit is een veld vol met bloesem. Voordat de planten volhangen met fruit, pronken ze met mooie witte bloempjes. De bijen zorgen dan dat de fruit kan groeien. Wauw, dat vind ik wel heel mooi. Wacht maar totdat er appels aan hangen. Nu dat het fruit helemaal rijp is, is het tijd voor de pluk. Dit is een hoop werk. Gelukkig staat de boer er niet alleen voor. Door regen en wind ploeteren de plukkers zich doorheen de hele plantage. Als al het fruit geplukt is, bereidt de boer zich voor het volgende jaar. Wat zijn die boeren toch top?